Maar u wel, hè? Ja, hoor, maakt me niet uit, hoor. En Arnold Oudste, want ik zag het eerder al, u was vorig jaar al regelmatig in het nieuws, omdat u 80 bent geworden, hè? Ja, ja. Toen werd u nogal in het zonnetje gezet. Oh, verschrikkelijk. En dat geeft me veel reclame, ook goede reclame, hoor. Ja. Zoals de Duitse mensen die kwamen, oh, ik ga me zieken zijn, weet je wel. Ah ja, ja. Lees u die gewoon de Nederlandse krant? Ja. Ja. Maar het klopt ook wel, u bent de oudste marktkoopman van deze markt, toch? Ja, van Zeeland zeker. Van Zeeland zelfs, ja? Ja, ja, ja. En hoe lang wordt u dan al in Zeeland? Ja, ik zei zeg maar 51 jaar, hè? 51 jaar. Ja, dat is langer dan ik oud ben, hè? Ja. Ja. Ja, ik woon al 82, hè? Ik word 82. Dus, ja, en het gaat nog steeds prima? Of, Ja, nee, de markt. De markt is natuurlijk gezellig. Mijn vrouw en ik die vinden het gezellig, hè? Ja. Dus we zijn er lekker bezig, want we houden niet van stilzitten, daar houden we niet van. Nee. We zijn gepassioneerd van de handel, hè, van deze handel. Hè. Ja, ja, want u heeft dameskleding? Ja, u heeft, dameskleding. Ja, alleen dameskleding, niks voor heren. Nee, dat hebben we wel gehad. Ja, maar dat... Dat is een moeilijk artikel, hè. De heren, dat is allemaal vrije tijd, hè? Ja, die zijn toch op een andere manier bezig met kleding. Ja, precies. En de heren die doen jaren met hun kleding. Maar de dames die moeten liefst elke week wat nieuws hebben, hè? Ja, dat zit erin. Ja. Dat, maar staat u op meerdere markten in Zeeland? In Goes nog. In Goes ook? Ja. En maakt dat voor u uit waar u staat? Staat u net zo lief hier als daar? Of, Wij vinden Middelburg het gezelligst. En Middelburg is voor ons ook beter. Ja. Wat is hier meer toerisme of hoe komt dat? Ja, hier is meer toerisme. Ja, ja. Ja. Dus voorlopig blijft het ook nog wel een paar jaar iets doen hier. Ik denk het wel. Ja? Als ik gezond blijf, hè, dat is de basis van alles. Ja, natuurlijk. Je moet gezond blijven. Hè. Maar waar ik dan ook nog wel nieuwsgierig naar ben, omdat u ook al zo lang hier staat, heeft u nou de markt ook echt zien veranderen in die 50 jaar? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. En die markt die gaat ook veranderen. Hè. Je krijgt steeds meer eigen materiaal. Hè. Dus de kramen die gaan langzaam weg, denk ik. Ja? En voor het eigen materiaal. Hè. En dat bedoelt u, met eigen materiaal bedoelt u wagens? Ja, die zie ik inderdaad nog steeds vaker. Ja, verkoopwagens. En de digitale wereld die neemt ook zijn intree. Hè. Ja, nou en of. Ja. En dat merkt de markt dus eigenlijk ook. Ja, ja, precies. Was het ook zo dat u bijvoorbeeld toen u begon, had u dan ook meer omzet dan tegenwoordig? Of is dat niet te vergelijken, die twee tijden? Ja, ik ben begonnen met kinderkleding. Maar nu, die omzetten liggen heel anders. Hè. En het is natuurlijk veranderd van de gulden naar de euro. Hè. Dat is ook nog een ding. Ja, precies. Ja. Ja, ooit was hier je gulden naar daalden waard, maar dat zijn natuurlijk... U moet het zo zien, de markt is en blijft prijsregulerend. Hè. Ja, ja. 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 En ik vind ook, vooral in Zeeland, je hebt goede kooplieden. Hè. Je hebt serieuze kooplieden, die er echt iets van maken. Hè. Ja. Dat vind ik wel, ja. Ja. Nou, ik heb ook wel eens gehoord, want ik kom niet op heel veel markten in Nederland, maar dat Middelburg ook gewoon echt een goede markt is. Zeker. Nou, dat is goed om te horen. En het is fijn dat u het zo lang doet. Ik hoop dat u nog vele jaren hier mag staan. En, leuk om even kennis te maken met elkaar. Ja. Oké, bedankt. Ja. Mooi, ja. Dank u wel, hè. En vriendelijk bedankt, hè. En veel plezier ermee. Dank u wel. Ja, dat gaat zeker. Lekker. Ja. Jullie dan? Nee. Mijn moeder was het tilburg. Oh, dat doen we dan even. Je mag passen onder dan. Je mag passen.